Hallo dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben Wouter van Kot Gameplay PSN. Kot Gameplay PSN, ja, goed zo. En ik heb hier een nieuwe commentary voor jullie. En dit is een dual commentary met Melvin. Met Melvin gewoon, laat maar. Ja. En dit is dus een gameplay die pas vanaf een gedeelte heeft opgenomen. Vanaf een host migration waarschijnlijk. Want in deze game waren we uiteindelijk maar met z'n tweeën. En daardoor heb ik net mijn mol niet gehaald. Twee kills ervoor ging ik dood. En dat kwam omdat Melvin liefde in deze game. En Melvin die gaat nu even vertellen wat hij wil vertellen. Hallo, ik ben Melvin. Ja, weet ik veel. Ik kan de hele game niet zien, maar het maakt niet uit. Dit is de stofste dual commentary afgelopen. En ik krijg net een bel van Mika, maar dat maakt niet uit. En er zijn al meerdere dual commentaries geweest. Eentje met een gozer die bijna niet te verstaan is, omdat hij via de iPod moest praten. En er was iets vaags aan bij hem of zo. Dan hoorde hij hem echt heel erg raar. Dus ja, dat is wel jammer. En nu komt er nog eentje, of die woord is er nu al waarschijnlijk, als het scheef wordt. En dat is een dual commentary met onze friendly leader van Sinus City. En die jongen, ja, Jordi. En ja, ik weet niet precies. Ik weet niet wat ik verder moet vertellen, maar oké. Nou, dit is dus een deel van Terry. Ik speel hier met de VAD, met de FAD. Ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Maar ik zeg gewoon de VAD. En het is dus met de Sinussen. En Extended Max, ja. En ik pak straks ook nog een vat op met, volgens mij met de silencer nog iets. En ik heb een gold. Ik speel hier met de perks. Gewoon normale perks met hardline, marksman en dat je allemaal kan oppakken. Nou, als je weet hoe dat heet. Wat? Spekentje. Ja, dat. En specialist gebruik ik dan Sleight of Hand. Moeilijk, hè? Ja. Assassin en Blind Eye. En dan van specialist en zo. Je weet wel. Hier was dus het moment dat we met z'n tweeën waren. Omdat iedereen gewoon racefit was. En ik ging gewoon echt kapot goed. Want ik had 22-0. Uiteindelijk. Ik was echt zenuwachtig. En ze kwamen toen ineens met z'n drieën. Want ze wilden mij dood hebben, denk ik. Want ik denk wel dat ze wisten dat ik bijna Moab had. Toch kwamen ze met z'n allen naar me toe. En toen ging ik dood. En zo. Ik word de hele tijd gestalkt door Mika. Omdat hij me wil spreken of zo. Hij belt me de hele tijd. Maar ja, kapot irritant. Doe dan je Skype op niet storen. Ja, dat doe ik. Ik ben nu op onzichtbaar, kan dat? Ja. Dan lijkt het bij als ik op mijn bent. Boeien. Ik ben gewoon online, daar zou je mond. Ga je even wat aftrekken of zo. Maar oké, dit was bijna mijn eerste mond. Haha. En het eerste maal confirmed, maar dat is het dus niet. Want het was geen mol op, want het was een bijna mol. Dus het is mijn eerste bijna mol op confirmed. Maar het probleem dus met mij is dat ik erachter kwam dat ik mezelf nog helemaal niet gewoon goed heb voorgesteld ofzo. Dus ik ga mezelf nu even goed voorstellen. En ons een beetje, gewoon een beetje voorstellen en zo, weet je wel. Nou, ik ben dus Wouter. Ik woon in Haarlem, vlakbij Melvin. Toch, ja. Hij woont in Velsenbroek. Ja. Dat is best wel wat verder van. Kilometer of zo. Dat zeg ik, hier ging ik dus dood. En, okay. Oh wacht, kut. Ik zei geen kut. Hier ging ik dus goed. Dood en ik ging toen racequitten. Dus het is dus dat de gameplay nu al voorbij is. En dat je de volgende commentary moet kijken om mij dingen over mezelf te kunnen vertellen ofzo. Dus, ik zeg gedag en doei, gedag tegen. Oké. En later. Tot volgende keer. En later.